Aan het eind van een wel heel spectaculair M-Lab seizoen komt een prachtige finale. De Engel van Amsterdam. Vorige week hebben we er al veel aandacht aan besteed. Dus ter gelegenheid van de première vandaag een korte impressie. Hoe is het gegaan? Heb je veel getranspireerd tijdens de voorstelling? Nee. Gisteren meer, want dat was de eerste voor de zaal. Toen ging het heel erg goed. Siri was een beetje uitgelaten en moe en dat zag ik vandaag ook wel terug. Maar het ging wel heel goed, vooral de tweede helft. Ja, ik heb er zelf eigenlijk wel een goed gevoel over. Ik had het meer te pakken. Ja. Kijk, ja, dit is de tweede voorstelling. Ja, goh, wat moet je ervan zeggen? Dus natuurlijk. Maar ik heb wel het gevoel dat het liep. En de mensen genoten volgens mij, in ieder geval aan de reacties te horen. Niels, je kennismaking met de musicalwereld, hoe is die bevallen? Die is goed bevallen, de kop is eraf. Het was mijn eerste echte musical en het is me heel goed bevallen, ja. Leuke mensen, leuke manier van werken ook, ik vond het te gek. Over gisteren gesproken, ik heb gehoord dat Jasperina de Jong herself is gekomen. Ja. Heeft ze losgelaten wat ze er zelf van vond? Ja, ze heeft haar Fiat gegeven. Ja. Fiat. Ja, en haar Bentley. Nee, serieus, zij vond het goed. Wel opvalt, iets minder des musicals, de cabareteske grappen tussendoor. Was dat voor jou de comfortzone? Nou, dat was wel lekker, ja. Ja, dat is wel wat daar ik, voel je thuis in? Daar voel ik me wel thuis. Dat is wat ik normaal ook een paar avonden per week doe. Dus dat was wel, daar voel ik me wel in thuis, ja. Maar ik vind de combinatie nu wel erg leuk. Ik hield er ook wel rekening mee dat mensen de musical traditie hele dingen hadden van, ja, maar zo hoort dat niet. Het is echt een aanpassingsprobleem. Ik merkte gisteren heel sterk dat na de pauze mensen de code door hadden. Van, oh, oké, zo zit het in elkaar. En dan heel erg over de brug kwamen. Maar, ja, dus het is voor mensen die uit het cabaret komen een beetje een andere stijl dan meestal in musicals is. Meestal is het zingen bij cabaret acts is een beetje met een stemmetje en ironisch. Ik heb jou toch twee keer betrapt op heel mooi zingen. Nou, dankjewel. Ik heb het zo serieus mogelijk proberen te doen, ja. 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 Om overal een knipoog bij te hebben is volgens mij niet zo interessant. Cabaret is een heel breed begrip. Eigenlijk is alles cabaret. Dus ik ga goochelen, is het ook cabaret. Er kan van alles in gebeuren. En ik hou erg van mensen die mooi kunnen zingen. En zeker toen ik begon, was dat extreem zeldzaam. Tegenwoordig heb je er meer. Plinny Bianca kan ook geweldig zingen. Sandy Voort, Alex Klaassen, al die mensen kunnen schitterend zingen. Die staan ook hier in musicals. Mensen die goed kunnen zingen, luister ik over het algemeen liever naar dan mensen die slecht kunnen zingen. Je hebt één cabaretier en de rest alleen maar musicalacteurs. Moest je ze verschillend benaderen? Ja. Nieuws ten opzichte van mij. Ja, het was een kwestie van ze een beetje naar het midden drukken. Dus mensen die klein spelen wat groter, mensen die groot spelen wat kleiner. Ja. En dat kan wel ongemakkelijk zijn, maar ze probeerden het toch. Dit is je zoveelste project, maar voor het eerst geregisseerd door een cabaretier. Ja. Heb je daar een verschil in gevoeld? Ja, maar wat was dat nou precies? Wat vond je zelf van vooral je regiedebuut? Dat had je nog nooit gedaan, zei je vorige keer. Ja. Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik ben heel trots dat mensen die zo goed zijn om mij om te doen wat ik van ze vraag. Kijk, iedere regisseur werkt natuurlijk anders en dit is natuurlijk ook nieuw voor hem. Dus hij heeft hier ook in gezocht. We eigenlijk met z'n allen. En daarom, we hebben ook een moment gehad dat we het eigenlijk niet wisten. Dat we dachten, wat, hoe? Maar blijkbaar, hij heeft toch een visie erover gehad. En het is dus toch een goede visie. Want je ziet als er publiek bij komt, dat heb je dus ook denk ik nodig met cabaret. Als er publiek bij komt, dan ga je het snappen. Want dan vallen de grappen en dan vallen de... Ik heb een hele andere stijl dan meestal de musicals. Maar ze deden het maar toch. En ik was erg opgelucht dat de zaal het goed vond. Vooral voor hun. Dat zij dat dan ook respons krijgen. Dus dat ik kan zeggen, zie wat is leuk. Is die mensen niet bang? Daar ben ik nog trots op eigenlijk. Het is natuurlijk raar, want je hebt prachtige muziek en prachtige
van Joop Stokkelmans. En dan in één keer komt er een heel andere wending aan. Maar dat kan ook heel leuk zijn, tenminste in mijn ogen. Maar ik zit niet in de zaal, dus ik doe het hier. Dus ik weet niet wat dat gevoel daar is. Ja. Maar of ik iets anders... Wat een dienstbare opstelling. Dat hoor ik niet meer vaak van regisseurs, dat ze zich zo ten dienste stellen van hun acteur. Ik wil graag alle lof, dat ik buiten kijf mijn posters. Ik hoop dat ik heel veel prijzen en geld hiervoor krijg. Dat zal wel niet gebeuren. Ik heb er ook wel ambitie en een eer in, maar het is wel grappig hoe dat zich ontwikkelt. Mijn zenuwen merkte ik gisteren al liggen heel erg het meest bij of de cast het leukste vindt. Gek genoeg zijn dat dan toch meer mijn peers, mensen met wie ik verwant voel. Ik ben ook een optredend artiest. Ja, dat kan ik eigenlijk niet zo goed zeggen. Iedereen is anders. Ik heb overal, nou hier heb ik ook wel weer veel van geleerd volgens mij. Maar dat begin ik nu te voelen. Snap je dat? Ja. God, ik ben zo slecht in uitleg, hè? Als ik dingen moet uitleggen, dat lukt nooit. Toch luister ik met open mond naar je. Als regisseur, je hebt dat nou eens gedaan. Wat zijn nou typische verbeterpunten voor jou? Wat moet beter? Ja? Wat moet beter van jou? Ik moet beter leren zetten. Een dynamiek erin krijgen. Gewoon... Het kan heel elegant zijn hoe mensen opkomen, afgaan, de lopen tijdens het spreken, waar wie waarheen gaat en dat het dan klaar is voor de volgende. Ik kan dat redelijk, van doe je het hier, dan loop je daarheen, dan begint daar weer actie en dan komt die daar op. Dat kan ik allemaal vrij redelijk, maar dat op een hele mooie manier is bijna dans. Dat is wel een vak apart. Ten slotte, ik zie op deze premièreavond zoveel flyers zwerven van een soloprogramma van jou. Suus heet het. Ja. Dan ga je lekker een hele avond musical classics zingen. Helemaal niet. Nee? Ik heb nummers geschreven in mijn eigen dialect. Op zoek naar Evita, nadat er van alles gebeurd was. Toen dacht ik moet terug naar wie ik ben. En waar die kan is? Ik dan beter naartoe? Naar een meisje dat Limburgs praat. Daar zit mijn ziel, daar zit mijn gevoel. En toen ben ik dingen gaan opschrijven en dat heeft erin geresulteerd dat ik nu een eigen solo mag doen. Maar goed, de nummers zijn in dialect, daar ligt mijn hart. Maar daaromheen wordt natuurlijk een show gebouwd dat mensen het begrijpen in het Nederlands. Ik vond het wel fris als afsluiter van dit seizoen. Nou, wat fijn. Ja. Wij allemaal wel, volgens mij. We hebben denk ik ook wel veel van elkaar geleerd, ook op een bepaalde manier. Qua zingen, iets groter spelen, dat heb ik wat van kunnen proeven. En dat wat weggooien teksten, misschien dan weer van mij. Dus nou ja, zo hebben we elkaar wel gevonden, denk ik. Ja, elkaar vinden. Dus binnenkort zien we Niels van der Laan in The Phantom of the Opera? Dat denk ik wel. Ik denk dat mijn voicemail al vol is op dit moment met aanbiedingen. Ik poep 10.000 kleur waarschijnlijk als het zover is. Maar ik ben er ontzettend trots op dat ik het mag doen en dat het iets van mezelf is. En ook al versta ik geen Limburgs, hoe ga ik toch begrijpen wie Suzanne Segers is? Nou, ik ga het nog in elkaar zetten, maar ik denk... Hoe ga je dat begrijpen? Nou, door gewoon te luisteren en door te zien. Door in de ogen te kijken. Ja, ik denk dat ik daar al heel veel vertel. Nou, dank je. Ik mag even concluderen dat dit je is bevallen. Je uitstap naar musical. Gaan we meer van jou in die richting merken? Ik heb geen flauw idee. Nee, ik weet het echt niet. Er is niet een ambitie zo van ik ga... Nee, het is geen brandende ambitie. Ik denk wel dat wat ik doe alleen... dat ik geen grote producties moet regisseren. Dat kan ik niet. Dat wil ik ook niet. Dus het zal een soort kleine projecten moeten zijn. En M-Lab is de enige productiehuis wat ik ken die dingen maakt. En die worden ook wegbezuinigd waarschijnlijk. Dus ik verwacht niet dat hier heel veel gevolgen aan zitten. Dus this is goodbye. Nee, zolang M-Lab blijft staan...